Hoi, ik ben Berat. Is het Nobelhaus nog een keer? Als jullie mijn subscribers zijn, hebben jullie vaak dit showroom gezien. Maar nu, nieuwe fans of Aston Martin fans of auto fans, hier heb ik wat mooie dingen voor jullie. Ik bedoel mooi. Echt mooie Aston Martins en Jaguars. En dit is er één. Ik denk dat dit een DB4 GT is. Dus even rondkijken. Ik bedoel de DB7 Zagato 2004. En ja, het is mooi. Dan staat hier een Aston Martin DB7 Vantage Volante van 2002. Nu kijk de DB7 Zagato beter laten zien. Met het mooie leren interieur. Stoel. Wow, de achterkant wordt wel mooier. En je moet alleen naar de achterkant kijken. Sommigen zeggen, dit auto is niet mooi. Maar sommigen zeggen dat dit auto mooi is. Ik weet niet, maar mijn mening is dat deze auto echt mooi is. En dit ook. Vintage. Mooi. Mooier kan niet. Zoveel Aston Martins bij elkaar. En dit ook. Dit is echt, echt Aston Martin. Dit is Jaguar 55 Jubilee. Of Jubileum. Of wat dan ook, maar het staat wat informatie. De Jubilee Edition. Je ziet het. Prijs onbekend. 50 Jubilee auto's waren gemaakt, als jullie het gelezen hebben. Maar de kleur zelf, de interieur zelf, alles. Is mooi. Hier maken ze voor rijke klanten of gewone klanten auto's. Of maken gewoon replica's of echte. Maar het zijn gewoon meer echte auto's. Dus wat informatie. De meeste klanten zijn van Zwitserland of ja. Dit was de informatie. Die auto's worden gerestaureerd, gebouwd. En de garage zelf moet je kijken, maar dat mag niet eigenlijk. Daar zijn Jaguars echt voor Aston Martin fans. Ik zeg het even Engels. This is the place of your dream Aston Martins. En Aston Martins, ik bedoel. Ja, dit Aston Martins moet je kijken. Mooier kan niet. Als je van Aston Martins houdt, moet je hier komen. En ja, gewoon mooi. DB7 manual gearbox. En ja, het is niet zo veel van automaat. En dit is mooi. Ook echt mooi. Dit ook. En ja, DB7. 7 van James Bond film. En ik ga dan nog later meer laten zien. Ja, hier is ook wat informatie. Ah, ja. Ik ga nu ook buiten iets laten zien.